Voor de eigenaar Hans Sal is het elke keer weer moeilijk om langs zijn oude kledingwinkel te lopen, waar hij al zijn ziel en zaligheid in heeft gestopt. Hierachter hebben we nog een mooie tuin. En hebben we helemaal opgeknapt, ook voor de klanten zelf. Alles hebben we hier verbouwd toen. Ja, dat zie je in vlam opgaan. En dat gun je niemand. Elke keer als ik hier weer kom en kijk ernaar, dan is het gewoon heel naar. Zo'n heel naar gebeuren. En ik wens het niemand toe. In de nacht van 20 april brak er een grote brand uit in de Peperstraat in Purmerend. Meerdere panden brandden tot de grond toe af. Hans Sal was alles in één klap kwijt. Hij hoefde alleen niet lang te zoeken naar een nieuw pand. Die had hij binnen 3 dagen en op steenworp afstand van zijn oude kledingwinkel gevonden. Van harte gefeliciteerd. Geluk bij een ongeluk noemt eigenaar Hans Sal het. De nieuwe zaak heeft een betere plek en is een stuk groter. Alles is weer nieuw. We zijn zo ongelooflijk blij met deze vestiging en met het ruimere winkel. Dat haalt ons nu weer op de been, dus we gaan er weer voor.